Op het terrein van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, vond vandaag de eerste steenlegging plaats van een nieuw gebouw. De inzegening werd gedaan door bisschop Karel Tjuni, die ook bestuurslid is van de NSBS. In het nieuwe gebouw zullen de blinde en slechtziende shiatsu-masseurs hun klanten op professionele wijze kunnen behandelen. In het andere deel van het gebouw wordt de begeleidingsunit van de NSBS gehuisvest. Hierin zullen blinde en slechtziende kinderen van 0 tot 6 jaar geobserveerd en begeleid worden en zal de intake van nieuwe cliënten plaatsvinden. Staatsolie NV heeft door tussenkomst van Stichting Within in 2018 een donatie van $65.000 toegezegd aan de NSBS voor de nieuwbouw. Het streven is om het gebouw in september op te leveren.